Oh, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals je ziet, weer een Cities Skylines aflevering. Een nieuwe van een serie die ik ga opnemen met een mod die ik erin heb gezet van Industries. Dat betekent eigenlijk dat ik met Industries gewoon compleet het industriegebied kan maken voor bos, voor olie, van alles wat in de grond zit. Dus ik kan dan dus olie, even denken, oor. Kan ik doen. Ik kan bos. Er is er nog een. Ik denk. Ja, dat is boerderijen. Kan ik dan. Duurde even. En is de boerderijen. Kan ik dan ook nog erbij doen. En die zullen ook wel op een gegeven moment vrij spelen. Op het begin hebben we die natuurlijk niet. Op het begin moeten we eerst gewoon een simpel rotondetje maken. Zoals altijd. Ja, dan is die af, dan upgraden we maar gelijk. Zo. Dan gaan we natuurlijk nu even kijken wat we nog kunnen doen. Wegen aanleggen waar ja, de mensen hun huis aan mogen bouwen. We hebben aardig een mooie vlak eigenlijk gewoon waarmee kunnen starten. Laat ik eens kijken wat er in de grond zit. Er zit aardig wat dus in de grond. Voor oren en al dat soort dingen. Maar ik kan het ook allemaal zelf erin zetten dankzij mods die we gebruiken. Zoals je ziet doe ik het hier ook. Hier maken we gewoon een oliegebied van. Dan zie je gewoon dat ik gewoon letterlijk olie erop aan het gooien ben. In de grond. Ik wil eigenlijk nu alles weghalen. Dat zodat de grond er ook weer normaler uitziet. Dan zie je rare vlekken erop. Zou je straks nog iets met dit meer kunnen gaan doen? Dus bijvoorbeeld de parken aanleggen en al dat soort dingen. Oh ja, ik heb een mod erin zitten dat ik de city limieten niet kan zien. Dit zal het gebied worden voor de huizen op het moment. Dan moeten we stroom hebben. Eerst even het water. Laten we dit meer maar eens gewoon leeg gaan pompen. En dan leggen we natuurlijk een pijpleiding aan. Het hele gebied. Covered.
hebben we dan de output eigenlijk. Die zitten we daar weer bovenop. Een windmolen erbij zetten dat ze stroom hebben. Dan doen we dat hier ook weer. Maar ook wel fossiele brandstof, wat de woningen gaan we nu dus echt neerzetten. Dit gaat waarschijnlijk behoorlijk veel problemen opleveren. Dat iedereen in één keer naar binnen komt. Dus het zal een berggolf zijn af en toe. En er zal een heleboel verkeer zijn. Winkeltjes erbij. En daar moet natuurlijk de stroom ook weer naartoe. Dan het volgens mij betreft allemaal weer gaan. Daar gaan we dan. En dan komen ze allemaal binnen. Zet even een mats terug. Nee. Hey. Hebben we deze ook al meteen ontlokt? Zo, voorlopig even geen mensen. Oh, we hebben er nog een te pakken. Oké. We krijgen straks ergens een keer een toestroom van hier tot Tokio. En daar zijn de wegen volgens mij niet voorbereid. Shit. Hier, nog erger. Maar we hebben het ontdekt dat we volgens mij industries kunnen gaan beginnen. Laten we dat hier maar gaan doen in dit gebied. Dan gaan we natuurlijk met het bos beginnen. Dus ik zeg allemaal, hopelijk zie ik jullie bij de volgende aflevering van City Skylines Industries eigenlijk. Of ja, vooral mods. Maar waaronder dus Industries. En zou ik zeggen nog, als je nieuw bent hier, abonneer, like deze video, deel deze video, zeg wat je nog graag wil zien. Dan kan ik het misschien waarmaken. En tot de volgende. Bottles, popping bottles.